Oh, mevrouw, mevrouw. Ja, kan ik helpen? Waar is de dames-wc? Die hebben wij niet. Pardon? We hebben genderneutrale wc's. Dat is fijn, hè? Echt waar? Waarom dat? Als teken van respect, uit betrokkenheid. Oh, betrokkenheid voor mij. Voor mijn transitie. Wat fijn. Ja, we zijn heel erg betrokken bij de LGBTQ-gemeenschap. Er werken hier ook heel veel gays. Oh, nou, dat hoor ik natuurlijk heel graag. We staan helemaal achter, Travaan. Trans vrouwen zoals u. Wat heerlijk. Dus u doet ook iets tegen het geweld? Het geweld? Ja, het geweld tegen ons. Uitsluiting, pesterij op de werkvloer. Nou, we hebben de wc's als symbool voor betrokkenheid. Och, wat dapper. Dat u zo uw nek uitsteekt voor ons. Ja, het is een begin, toch? Ja, maar luister eens. Oeh, Lisa. Ik wil heel graag naar de dames-wc. Nou ja, net. Hoe kan dat nou? Jullie willen toch genderneutrale wc? Hoe weet jij wat ik wil? Heb je mij iets gevraagd? Nee, maar dat staat in de krant en in Amerika. Lisa, hoeveel tijd en geld denk je dat ik heb besteed om te worden wat ik nu ben? Dat weet ik niet. Ik heb gespaard, geharst, pillen geslikt en ingetaped om eindelijk naar de dames-wc te mogen. Eindelijk mascara bij te werken in de spiegel. Te roddelen op de dames-wc. En nu heb jij die opgeheven. Nou, is het weer niet goed. Nee, maar heel hartverwarmend hoe dapper jij ons steunt. Lisa. Oh, waar gaat u heen? De wc's zijn daar. Weet je wat? Ik pis wel in de gracht. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Waar ga je reserveren?